Ik ben Els van Dijkhuis. Ik heb een samenwerkingsverband maatschap met mijn collega Gerdanne Dallinga, buurman. Wij verbouwen vezelhennep, suikerbieten, AVB aardappelen, aardappelen voor Rexona en consumptieaardappelen. Wij hebben heel veel verschillende soorten grondsoorten, van zware klei 70% tot zandgrond eigenlijk, wat stuift. Dus daarvoor hebben wij dus ook behoorlijk veel geïnvesteerd in de machines. Misschien 7, 8 jaar geleden zijn wij begonnen met GPS. Wij hebben toen uiteindelijk toch gekozen voor AgLeader. Vooral door de dubbele satellietontvangers bovenop de cabine. Wij zagen daar het voordeel dat vooral bij het begin, vanuit stilstand, wegrijden, dat hij gelijk het juiste spoor had. En niet eerst moet zoeken door middel van een stukje rijden. Zo langzamerhand is dat wat uitgebreid. Inmiddels hebben we 3 systemen, waaronder werktuigbesturing op de pootmachine. De pootmachine die volgt in alle tijden het juiste spoor, onafhankelijk van de trekker. En ook met het indraaien van het perceel blijft hij er mooi in het spoor van de trekker achteraan lopen. En ja, hij gaat niet dweilen, hij loopt er mooi, onafhankelijk. Ja. Van de trekker loopt hij mee. Ja. Wij werken samen met de MCV en daardoor dicht de connectie met Homburg. Wij hebben onder andere ook een drainspuit van Homburg, daar is het eigenlijk mee begonnen. En ja, sinds Homburg importeur voor AgLeader is, hebben wij een goede connectie, goede band met hen.